Maar een van de dingen waarom ze ook naar deze gingen is, hij draait wel heel snel om zijn as, maar niet te snel. En het is 330 miljoen kilometer. Het licht zou er 18 minuten over doen om van daar naar ons te komen. En wij communiceren met die lander, moeten wij communiceren. En de communicatie, dus alle vormen van elektromagnetische straling, die gaan met de snelheid van het licht. Maar dat betekent dus dat als wij nu een signaal sturen, dan is dat daar pas over 18 minuten. En we kunnen dus niet, het is niet zo dat je met een soort van Game Boy of een joystick kan zeggen, oh, nu moeten we iets naar links, nu moeten we iets naar rechts. Nee. Je moet hem van tevoren programmeren, omdat hij, als het signaal eenmaal loopt, dan kan je het niet meer bijsturen. Dan gaat hij dus gewoon doen. Dan moet hij ruimtezonde zelfstandig aan het werk. Ja, dan moet hij ruimtezonde helemaal zelf doen. En dat maakt het ook zo spannend. Want normaal gesproken denk je, ja, ik stuur hem even een stukje bij. Dat kan dus niet. Nee, ik kijk even of de heren van Roosmalen en Woenig.